Madonna. Ja, dat waren nog een keer iconen. Hè. Michael Jackson, Prince, Tina Turner. Iedereen kende die. Iedereen van jong tot oud. Nu hebben we nog sterren, maar niet meer van die iconen. Hebben we een Billie Eilish. Allee, dat is een grote ster. Maar welke bomma kent hij nu nog? Of Ed Sheeran, een keer dat de 30 gepasseerd zijn. Ik kan er zelfs susebiet geen liedje van neuren. Dus dat zijn de grote ster. Ken je ook een liedje van Ed Sheeran? Ja. Dat waren nummers. Purple Rain, Simply the Best. Like a Virgin. Hey, Thriller. Dat was een album, het best verkochte album aller tijden. Begin jaren 80. Michael Jackson. En er stonden 9 nummers op. Er stonden maar 9 nummers op. En iedereen kende die nummers. 7 singles zijn er daarvan getrokken. Wereldwijde hits geweest. En het mooiste nummer volgens Michael Jackson zelf en de producer Quincy Jones was eigenlijk een liedje dat hij niet zelf geschreven heeft. Dat is geschreven door Steve Porcaro van Toto. In Human Nature. We hebben er ons goesting mee gedaan. Moet ik even kijken. Nighttime, the city winks sleepless eyes. Hear her voice shake my window. Sweet seduce insides. Get me out across the nighttime. Four walls don't hold me tonight. If this town is just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that this human nature. Why do they do me that way? If they say why, tell them that this human nature. Why do they do me that way? A stranger, electric eyes are everywhere. See that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, tell them that this human nature. Why do you do me that way? If they say human nature, why does he do me that way? I like living this way, I like loving this way. They say the morning, the city's heart begins to beat. Reaching out to touch your shoulder, I'm dreaming of the street. If they say why, tell them that this human nature. Why do they do me that way? If they say ta-ta-ta-ta-ta, why do they do me that way? I like living this way, I like loving this way. They say over iconen gesproken. Doe maar. Die gast naar succes. Succes en vooral bij de jonge meisjes.